Ik hou van een beetje reuring in het leven. Gewoontes vind ik gewoon niet fijn. En het roken was ook een gewoonte. Oh, sigaretje. Ik ben niet zo'n gewoontedier. Het is weer een beetje begonnen, zeg maar, in de horeca. We werkten onder een best wel een grote druk. Ja, toen ben ik gaan roken. Dat was toen voor mij het rustmomentje. En het is ook gewoon dat je op een gegeven moment denkt van, nou weet je, nu ga ik even de keuken uit. En dan ga ik even naar buiten, dat is heel stom. Ik ga een sigaretje roken. Ik had zoiets van, nou weet je wat, je mag stoppen. Het is beter, maar het hoeft niet. Het moet niet. Maar als je jezelf dingen oplegt, ja, ik moet en ik moet en ik moet. Gaat niet werken, dat werkt gewoon niet. Dus dat was gewoon van, nou, oké, dan heb je een foutje gemaakt. Je hebt toch nog een sigaretje gerookt. Nou prima, probeer het morgen dan nog maar een keer. Nou, dat ging hartstikke goed eigenlijk. En toen de tweede week dacht ik, zwak momentje. Maar als je gewoon blijft zitten, dan ebt het ook weg. Ik heb af en toe best wel behoefte eraan hoor, maar dan ga ik een blokje omlopen. Ik wilde toch even je zinnen verzetten en even verstand op nul. En een vriendin van mij is ook gestopt met roken en dan is het elke keer van, oké, nou volgende week koffie dan en dan zonder sigaret. En dat ging dan goed. Ik ben natuurlijk kokin, ik proef heel veel. En de smaak is veel beter geworden. Dus nu heb ik zoiets van, nee, hoppakee, je bent gestopt. En laat maar lekker gaan, die stomme sigaret. En dat is prima, weet je wel zo.